Nou, vertel maar. Hoe heet je? Ik ben Eddie. Ik ben dyslexisch en een monster. En wat vind je niet zo leuk? Mensenfilm. Grote mensenfilm? Ja, okay. Zo leuk. Met wie woon je in een huis? In Overberg. In Overberg. En met wie? Met mama en Jan. En wat zijn je hobby's? Mijn hobby's is op de laptop. Mijn naam is Willem. Ja. En ja, wat vind ik leuk om te doen? Skelter rijden. Ja. En wat ik niet leuk vind om te doen is, ja, een hele saaie documentaires kijken en vies eten. Met wie woon jij in een huis? Met mijn zusje, mijn broer en gewoon papa en mama. Ja, en wat zijn jouw hobby's? Skelter rijden weer. Ja. Klussen aan hutten. En ja, ook wel denk ik mijn telefoon. Rekenen, vind je het leukst op school? Ja. Wat doe je nog meer op school? En op school kunnen we eventjes een computer. Computer? Ja. Heb je vrienden op school? Ja, Willem is mijn vriend. En wat vind je leukste op school? Oh, leukste op school? Pinocchio meenemen. Ja? Ja, en mijn boek lezen. Ja? En dan grote hap eten. En dan zit je zo vaak onze deuren. Oké. En wat vind je niet zo leuk op school? Is het leuk? Raar gezicht kijken. Mijn leren is het rekenen. Ja. En wat je heel graag wilde, wat je net zei? Zei je? Een voorstelling, toch? Oh ja, voorstelling geven. Wat doe je op school? Gewoon rekenen, taal, dat soort dingen. Die eigenlijk alle scholen doen. Ja. Heb je vrienden op school? Ja, dat wel. Dat. En wat is het leukste van school? Dan denk ik de buitenspeeltijd en gym. En wat is het minst leuk? De tijden waarvan je gewoon helemaal niks hebt te doen. Als je dan alles al af hebt. Dat is niet leuk. Dan zit je echt kapot te vervelen. Wanneer ik het liefste met Indy speel, dat is buiten. Ja, dat zit je niet. Dan spelen we altijd gezellig samen met Donker, in donker. Nee, dat niet. Maar ik heb een vriend meegenomen. Heet Willem. En samen kunnen we spelen. En doe je dat vooral op school? Ja, met de knikkerbaan. Oké. Okay. Ik word later kok. Kok? Ja. Weg in een restaurant. Dat is een leuke. Ja. Dankjewel. Ja, in iedereen beter maken. Zodat mama en papa en Jan en mijn twee broers. Kevin en Jan. Willem, heb jij een wens of weet jij wat je zou willen worden? Ja, dat is een moeilijke vraag. Zo, ja. Het liefste zou ik wel iets met rijdende, bewegende voertuigen willen doen. Maar
Een kantoor lijkt mij niet echt iets.